Mijn naam is Bardurdo, 27 jaar. Ik ben professioneel turner en ik woon in Rotterdam. Ik ben met turnen begonnen door mijn ouders en mijn broers. Mijn broers deden het altijd al. Dus ja, ze rooien er een beetje in. En dan heb je blijkbaar talent ervoor en dan word je een soort van gescout. En dan ging het heel hard. Ik ben 5 keer nu senior, bij de senior Nederlands kampioen geworden. Natuurlijk World Cups gewonnen. Internationale wedstrijd toen ik jonger was. Derde bij de WK. Allround finale bij de Olympische Spelen als eerste Nederlander ooit. Dus ja, dat is best wel een mooi resultaat al. Ja, dat is natuurlijk nooit genoeg. Dat is het beetje topsport dingetje, denk ik. Maar ik ben gewoon heel blij dat ik van mijn sport en mijn hobby eigenlijk mijn werk heb kunnen maken. Ik zou nooit iets voor turnen zetten. Ik zou altijd turnen eerst nemen. Wat ik leuk vind aan turnen is dat de diversiteit in de sport. Het is best wel een gevaarlijke sport natuurlijk, als je kijkt wat er allemaal gebeurt. De controle en dat je nooit klaar bent met leren. Ja, met turnen kan je zoveel verschillende elementen doen. Het stopt nooit. Ja, mensen gaan natuurlijk wel dingen van je verwachten. Vooral als je bijvoorbeeld derde van de wereld wordt, verwachten ze dat je het eigenlijk nog een keer doet. Dat verwachten ze eigenlijk. Als je het niet doet, ben je dan minder geworden. Doe je het ineens slecht. Dat is wat mensen denken natuurlijk. Kijk, ik heb al redelijk een naam opgebouwd. Maar het is gewoon heel moeilijk om vanaf nul naar erbij te komen, zeg maar. Ja, de jury kent je niet. En ik ben niet over de streep heen en het wordt allemaal met de computer berekend of wie er als eerst was. Dat is niet zo. Ik bedoel, als jij een keer vervelend woord gedaan hebt tegen een jury of je bent ergens met hem mee te praten en hij mag je ineens niet of zo. En hij moet je wel jureren, ja, dan kan die je gewoon 10 dagen geven. Het is gewoon zo. En dat gebeurt ook echt. En niet, ik doe niet alleen natuurlijk, ik word gewoon nog bracht door mijn ouders, werk vroeger en mijn trainer en dit en dat. Maar ik turn zelf. Ik hang zelf in de rekstop, dat kan niemand voor mij doen. En ik ben ook niet afhankelijk van tegenstanders. Ik moet tegen mensen turnen, maar die gooien mij niet van de rek af. Of die stappen mij de vloer op of zo. Ik moet het echt zelf doen. Weet je, ik ben niet met mezelf, ik ben in mijn eentje. Ik moet het gewoon doen. Dus daar word je ook heel snel volwassen voor. Niemand misschien de keuzes voor mij maken. Die moet je allemaal zelf maken. En je hebt er wel advies bij van je coach uiteindelijk. Maar ja, uiteindelijk moet je het gewoon zelf doen. Ik heb je ook gegeven. Die gaat omhoog. Mm-hmm. Ja, omdat ik ook mijn hele lichaam moet doen. Probeer het een keer. Kijk wat het brengt. Daardoor krijg je die tip. Om die te denken. Dat is altijd. Maar ik vind Jeroen mijn coach wel de beste coach van Nederland. Sowieso wel. Als je kijkt ook naar de jongens die hij opbrengt en groot maakt. Die hey, trainer zie ik. Elke dag. Ik zie je bijna 6 uur per dag, weet je wel. Dus ja, het is gewoon met je vader eigenlijk. Ik vind lesgeven leuk. Ik heb er ook veel verstand van. En ik kan ook gewoon, ik ben wel redelijk goed om het over te brengen. Omdat ik natuurlijk zelf heel erg op fullturn, zeg maar. Hoe ik ook met die jongetjes omga, ik ga best wel gewoon om of ze volwassen zijn. Zo gingen mensen bij mij ook om. En ja, ze kunnen het allemaal wel hebben. Het is allemaal van die wijsneusjes, dat ze het allemaal goed weten en zo. Het is gewoon dat, het is allemaal, die turn is gewoon individueel, weet je. Ze worden gewoon snel volwassen. Om naar de Spelen te gaan, moeten we met het team kwalificeren. En daarvoor is het gewoon heel belangrijk dat ik allround doe. Dat is best wel een belangrijke factor in het team. Het houdt me ook fit, allround doen. Je moet meer trainen en je doet weer andere bewegingen. Ik ben natuurlijk wel een van de oudste van het team inmiddels. Ik ben ook wel zeg maar, een stabiele factor in het team. En dat verwachten mensen ook van mij, dus dat ze om me kunnen bouwen. Meestal 2 dagen voor de wedstrijd of zo, dan begint het wel in één keer spannend te worden. Het is meestal ook door andere mensen vooral. Meestal valt het wel mee en dan ga je gewoon lekker naar de WK toe en dan ga je een beetje trainen daar. Dan. Op een gegeven moment komt er altijd wel zo'n persoon die dan zegt, nu wordt het wel heel spannend hè jongens, kom wel dichtbij. Weet je wel, dat ik denk van, gooi je mond, dat weet ik ook wel, maar door dat word je zenuwachtig. Dat vind ik wel heel chill aan mijn ouders, dat ze eigenlijk helemaal geen druk erop zetten. We zijn niet een hele echte familie, maar we zijn niet super uitend naar elkaar toe. Maar ze weten wel dat ze trots zijn, heel trots zelfs, ja.
vind het leuk om te doen. En als ik weer een medaille haal, leuk. En dat doe je het ook uiteindelijk voor. Ja, zolang ik gewoon goed gevoel heb zelf erover, dan ben ik al gewoon tevreden.